Gezellig dat je weer terug bent. We gaan in dit deel van de tutorial, waarin we een dierenpuzzelbal in de vorm van een vos haken, de laatste onderdelen haken. De staart en het hoofd. Hiervoor hebben we nodig de drie kleuren van de vos. Dus in mijn geval oranje, crème en zwart. Een hulpdraadje, de haaknaald, de schaar en de stopnaald. En ik gebruik veiligheidsoogjes. Je kan natuurlijk ook de oogjes borduren of knoopjes gebruiken. Daar ben je helemaal vrij in. We gaan beginnen met de staart. Even alles aan de kant. En de staart die heeft een wit puntje. Of naar een crème puntje. En dan gaan we beginnen met het opzetten van 6 vasten in de magische ring. Of in de tweede losse vanaf de naald, als je de magische ring niet gebruikt. Ik gebruik de magische ring. Daarin ga ik 6 vaste haken. En dat is dan de eerste toer. Dan sluiten we de ring als je de magische ring hebt gebruikt. Als je twee lossen hebt gebruikt en in de eerste losse hebt gehaakt, dan ziet het er ook ongeveer zo uit. En dan gaan we tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En in deze steek gaan we een vaste haken. En we haken in iedere steek in het rond 1 vaste. Dus we haken 6 vaste. Het is nu nog te vroeg om de hulpdraad te gebruiken. Dus we moeten gewoon tellen. Mijn bolletje wilde even niet meewerken. Nou, dit was toer 2. 6 vaste. Ik moet eventjes een beetje het puntje naar buiten drukken. In toer 3 gaan we in iedere vaste 2 vaste haken. Dus we gaan meerdere naar 12 steken. Dus in iedere vaste haken we 2 vaste. Nu kunnen we ons hulpdraadje wel gaan gebruiken. In toer 4 gaan we in iedere vaste 1 vaste haken. Dus we haken gewoon 12 vaste. Aan het einde van de toer leggen we onze hulpdraad weer de andere kant op. En dan in toer 5 gaan we weer meerdere door in iedere tweede vaste 2 vaste te haken. Dus we gaan meerdere van 12 naar 18 steken. Dus in de eerste vaste haken we 1 vaste. In de tweede haken we er 2. In de derde haken we er weer 1. En in de vierde haken we er 2. En zo gaan we helemaal rond. En dan hebben we aan het eind van de toer 18 steken.
Dan gaan we nu door 6, 7, 8, 9 en 10. 18 vaste haken. Dus toer 6, 7, 8, 9, 10. Dus de volgende 5 toeren haken we 18 vaste. Gewoon in het rond met deze kleur. Haak rustig de komende 5 toeren door. Dat doe ik ook. Maak even een knipje omdat dat wel heel saai is om naar te kijken. Dus haak 5 toeren vaste in het rond. En dan zie ik je tegen het eind van die toer terug. Van de laatste toer, toer 10 terug. Haak die toer niet helemaal af, maar haak tot de voorlaatste steek. Dus in toer 10 haak je 17 vaste en dan zien we elkaar op dat punt terug. Tot zo. Tegen het einde van toer 10 ziet je staartpuntje er ongeveer zo uit. Ik ben net bij de introductie van dit deel vergeten te vertellen dat we ook vulling nodig hebben. Dus zet hem nog even op pauze en pak de vulling erbij. Dan gaan we daarna verder. Ik zet mijn werkje weer op de naald. We hadden toer 10 gedaan tot en met de 17e vaste. En de 18e vaste die beginnen we te maken. Maar we haken hem af met de kleur van de vos. Dus ik pak mijn oranje draad. Jij pakt de kleur waarin jij de vos aan het maken bent. Want een vos kan zwart, rood, bruin, oranje. Kan allerlei kleuren hebben natuurlijk. Ik maak een lus. Die zet ik op de naald. Die trek ik een beetje aan. En dan met die lus ga ik door de twee lussen op de naald. Nou, dan is toer 10 klaar. Wisselen we ons draadje weer naar de andere kant. Dan gaan we toer 11 haken tot en met toer 15. En dat zijn eigenlijk ook gewoon 18 vaste. Ik omhaak eventjes de twee draden waar ik mee ben begonnen en geëindigd. Toer 10. Dan gaan we gewoon weer 18 vaste in het rond haken. Ik haak die draadjes even een klein stukje mee, zodat ze nergens meer naartoe gaan. En dan knip ik de crème kleurige draad af, want die hebben we niet meer nodig. Zo, weg. En dan gaan we toer 11, 12, 13, 14 en 15 gaan we ook weer vaste in het rond haken. Dus gewoon 18 vaste per toer. Dus dit is toer 11, 12, 13, 14, 15. In totaal 5 toeren met oranje, 18 vaste in het rond. Als je die gedaan hebt, zie ik je aan het eind van toer 15 weer terug. Want ook dit is weer heel saai om naar te kijken. Tot zo. We hebben nu toer 11 tot en met 15 gehaakt met oranje. En voordat we aan toer 16 gaan beginnen, steek ik een plukje vulling in het staartpuntje. Dat hoeft niet heel stijf te worden gevuld. Gewoon een plukje erin. Dat hij een beetje bol blijft staan. En dan gaan we toer 16 doen. Dan gaan we minderen. We hebben nu 18 steken. En we gaan minderen naar 12 steken. En dat doen we door iedere tweede en derde vaste samen te haken. Dus eerst haken we 1 vaste. En vervolgens haken we de tweede vaste. Maar die haken we niet af. We steken in de derde. Pakken de draad terug, hebben 3 lussen op de naald en dan halen we de draad door de 3 lussen. Dus 1 vaste en de tweede pakken we de draad en in de derde pakken we de draad, hebben 3 lussen op de naald, omslaan, door alle 3 de lussen halen. Dan weer 1 vaste en 1 mindering. Een vaste en een mindering. Je kan minderen op verschillende manieren, maar
Door bijvoorbeeld alleen door de voorste lussen te gaan. Maar in dit geval, omdat dit toch niet stijf opgevuld wordt, kun je gewoon deze manier gebruiken. Dus iedere tweede en derde vaste die haak je samen. En dan hou je 12 steken over. Dat was toer 16. En nu gaan we toer 17 tot en met 26. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Gaan we gewoon 12 vasten in het rond haken. Dus in totaal zijn dat 120 vasten. Ga dat rustig doen. Ik ga dat ook even doen. Ook weer heel saai om naar te kijken. Gewoon 10 toeren in het rond. 120 vasten in totaal. En dan zie ik je zo meteen weer terug aan het eind van toer 26. Je hebt nu toer 17 tot en met 26 gehaakt. Dan ziet je staartje er zo uit. Gaan we naar toer 28. We hebben nu toer 17 tot 26 gehaakt, dus we gaan nu naar toer 27. Dan gaan we weer meerdere. We gaan meerdere naar 18 vasten. En dat doen we door in iedere tweede steek twee vasten te haken. Dus één vaste in de eerste steek en twee vaste in de tweede steek. Eén vaste in de eerste steek en twee vaste in de tweede steek. En zo gaan we rustig rond. Dan gaan we naar toer 28, alweer de ene laatste toer van dit staartje. En dan gaan we meerdere naar 24 steken en dat doen we door in iedere derde steek twee vasten te haken. Dus we haken één vaste in de eerste steek, één vaste in de tweede steek en twee vasten in de derde steek. En dan haken we weer één vaste in de volgende steek. En in de daaropvolgende steek ook één vaste. En in de derde vaste weer twee vaste. Dus 1, 2, 3, 3 zeg ik dan in mijn hoofd. Want in de derde doe ik het twee keer. Dus ik zeg 2 keer 3. 1, 2, 3. Het wordt een soort mantra in mijn hoofd. Nou, zo gaan we dus helemaal rond. Eén meerdering in iedere derde steek. En dan gaan we aan de laatste toer beginnen. En dan gaan we van 24 naar 30 steken meerderen. En dat doen we door in iedere vierde steek een meerdering te maken. Dus we haken in de eerste vaste één steek, één vaste. In de tweede haken we één vaste. In de derde haken we één vaste. En in de vierde haken we twee vaste. En zo gaan we helemaal rond. In de eerste één vaste, in de tweede 1 vaste, in de derde 1 vaste en in de vierde 2 vaste. Dus een meerdering in iedere vierde vaste. Dus in mijn hoofd gaat het dan weer 1, 2, 3. 4.
De laatste meerdering echter, die doen we niet. Dus we haken de laatste vier steken alleen één vaste. De vierde haken we dus geen meerdering. We knippen daar ons draadje af. Halen de lus, trekken de lus door. En dan pakken we onze stopnaald. En dit hebben we al vaker gedaan in dit project. Dan gaan we weer zo'n mooi V'tje maken, weet je wel? Want die hebben we straks nodig om de staart aan het puntje, dus een puntje van een andere kleur, maar aan het puntje te bevestigen. Dus, dit is de laatste steek waarin we hebben gehaakt. Dit is de laatste steek waarin we hebben gehaakt. Dus in de volgende steek steken we de stopnaald onder de twee draadjes door. Trekken de draad door. En dan vervolgens in het achterste lusje van de laatste steek die we hebben gehaakt, trekken we hem ook zo door. Dan hebben we weer zo'n mooi V'tje. Dan gaan we de draad aan de binnenkant van ons werk afhechten. Door het door een paar lusjes aan de achterkant te steken. Trekken ons naaldje daar doorheen. Niet te strak. Want ons mooie lusje moet wel blijven natuurlijk. En dan steek ik hem nog een keer door het laatste lusje waar ik de naald door had gehaald. Zo. Dat gaat nergens meer heen. De hulpdraad kan eruit getrokken worden. Als je wil, kan je eventueel nog wat vulling in het staartje stoppen. Dat is niet echt noodzakelijk. En dan leggen we het staartje aan de kant, want die gaan we in het volgende filmpje monteren. Gaan we gelijk door met het oortje. Ik heb er al één gemaakt, want we moeten er twee maken. Ik leg even een witte ondergrond neer, omdat we met zwart gaan haken. En dat is niet zo goed te zien. Zo. Het oortje begint dus met een zwart puntje. Zwart garen, haaknaald, gaan we in de magische ring met zwart vier vaste haken. Ik maak eerst de magische ring. En dan haak ik daarin vier vaste. Dan trek ik hem dicht. Je kan natuurlijk ook hierbij weer de twee losse gebruiken en dan vier vaste in de twee losse haken. Nou is het echt niet te zien op het filmpje, denk ik, maar je gaat in iedere vaste één vaste haken. Zorg dat je onder de beide draadjes doorgaat. Dus even gepriegel dit. Maar het komt allemaal goed. Even een beetje de buitenkant naar buiten duwen. Nu gaan we in iedere tweede steek. Nu gaan we in iedere steek twee vaste haken. Als dat buiten, naar buiten duwen nog niet helemaal is gelukt, dan lukt dat wel naar deze toer. Dus we gaan in totaal in vier steken meerdere, dus we gaan naar acht vaste toe. De laatste vaste, dat is waar ook, haken we niet af, maar die maken we af met de kleur van het lijf. Dus dit is mijn achtste steek.
de vierde meerdering. Die heb ik niet afgehaakt. Ik haak de nieuwe kleur aan mijn naald en haal daarmee door. En nu hebben we 8 vaste, 8 steken. Ik kan nu het puntje makkelijk naar buiten duwen. Nu gaan we met oranje 8 vaste haken. Ik omhaak weer even die eerste en het laatste draadje, zodat die nergens naartoe gaan. En dan gaan we 8 vaste in het rond haken. Nu 4 gedaan. Ik knip even het zwarte draadje af. 4. Nu kan je helemaal het puntje mooi naar buiten duwen. En dan kunnen we weer gewoon normaal gaan haken. We gaan nu in iedere tweede steek 1 vaste meerdere. Dus we gaan van 8 naar 12 steken. Dan komen 4 meerderingen. In iedere tweede steek haken we een meerdering. Dus 1 in de eerste, 2 vaste in de tweede, 1 vaste in de eerste, of de derde, 2 vaste in de vierde, 1 vaste in de vijfde, en 2 vaste in de zesde. 1 vaste in de zevende en 2 vaste in de achtste. Nou, al die draadjes stop ik erin. En dan gaan we nu even denken. We hebben nu 12 steken. We gaan nu 3 toeren, 6, 7, 8, 9. We gaan nu 4 toeren, 12 vasthaken. Dus we gaan 48 vasthaken. Dus haak rustig mee. 48 vaste in een spiraaltje. Na die
48 vasten. Haak je 1 halve vaste en knip je de draad af met een beetje lengte. Want die hebben we nodig om het oortje straks vast te zetten. En dan trekken we de draad door de lus. En dan hebben we hier 1 oortje. En je moet er 2 haken. Dus haak er 2. Dan gaan we gelijk door met het hoofd van de vos. Dan beginnen we ook weer met zwart van het neusje. Nou, dat wordt helemaal even gepiel weer, want dan gaan we ook weer beginnen met een magische ring of 2 losse met daarin 4 vaste. En de 4e vaste, die haken we niet af, maar dan wisselen we van kleur. Dus 1, 2, 3, 4, maar die haken we niet af. We pakken hiervoor 4 de witte of de crème kleurige kleur, maken een lus, zetten die op de naald. Weer even alles goed vastpakken, een beetje aantrekken en halen die door de 2 lussen op de naald. Vervolgens trekken we de magische ring dicht en haken we verder met onze crème witte kleur. En dan gaan we in iedere steek 2 vaste haken. Ik moet even heel goed kijken, want door de camera zie ik het niet. 1, 2, 3, 4. Dus we gaan met de nieuwe kleur in alle 4 de steken. Ik omhaak gelijk even de begin- en de eindraad van het zwart. Gaan we 2 vaste haken. Dus we meerdere naar 8 steken. We kunnen nu het neusje naar buiten duwen en we kunnen de zwarte draad afknippen. Zo. En dan gaan we nu 4 keer meerdere. Dus we gaan in iedere 2e steek 2 vaste haken. Dus we hebben 8 steken, dus dan meerderen we iedere 2e steek. Maar de laatste meerdering die haken we niet af, want dan gaan we weer kleur wisselen. Dus we gaan in de eerste steek 1 vaste haken. In de 2e steek haken we er 2. In de 3e steek haken we 1 vaste. In de 4e steek haken we 2 vaste. Deze kan nu wel weg. In de 5e steek haken we 1 vaste. In de 6e steek haken we er weer 2. In de 7e steek haken we 1 vaste. En in de 8e steek haken we 1 vaste. En dan een 2e, maar die haken we niet af. We stoppen als we 2 lussen op de naald hebben. Dan pakken we de hoofdkleur van het vosje. Maken een lus, schuiven die op de naald, een beetje aantrekken en daarmee maken we de laatste meerdering af. En nu gaan we 1 toer met oranje vaste haken, dus 12 vaste.
11 en 12. We kunnen de witte draad nu afknippen. En dan is het begin van het snuitje van het hoofd van het vosje is er. Hij heeft dus een zwart neusje, een wit snoetje en een rood hoofd. Of een oranje hoofd in mijn geval. Nu gaan we meerdere een toer. We kunnen nu de hulpdraad gaan gebruiken. We gaan in iedere steek 2 vaste haken. Dus we gaan van 12 vaste naar 24 vaste. Iedere steek 2 vaste. Dit is toer 5. Meerdere van 12 naar 24 vaste. Toer 6 gaan we 24 vaste in het rond haken. En als je daarmee klaar bent, dan heb je dus nog steeds 24 vaste. En dan gaan we naar toer 7. En dan gaan we meerdere in iedere vierde steek. Dus in de eerste 3 steken haak je 1 vaste. En in de vierde steek haak je 2 vaste. En zo gaan we helemaal rond. Iedere vierde steek maken we een meerdering. En nu heb je 30 steken in het rond. En nu gaan we toer 8 tot en met 14. Dus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De komende 7 toeren gaan we 30 vaste in het rond haken. Dus niks meerdere, niks mindere. Gewoon 7 toeren lang 30 vaste in het rond. Haak deze toeren rustig door. Dan doe ik dat ook. Maar ik pauzeer het filmpje wel even. Omdat dat natuurlijk weer heel erg saai is.
Als je aan het eind bent van toer 14, dan gaan we weer verder. Tot zo! Als je klaar bent met toer 14, dan is het hoofdje in principe af. Het hulpdraadje kan weer uit. Je knipt de draad niet af, want daar gaan we straks mee verder. Je kan ervoor kiezen om nu de oogjes erop te maken, maar je kan het ook doen straks als we dit deel gaan monteren. Ik gebruik veiligheidsoogjes. Je vouwt je werkje dubbel, zodanig dat de laatste steek die je hebt gehaakt rechts aan de achterkant zit. Dan zijn dit 15 steken. En dan monteer ik de oogjes. 1, 2. Dit is de toer van de kleurwissel. Dit is de toer die erna komt. En dan in de derde toer ga ik de oogjes zetten. Kijken of ik ze zo leuk vind. Symbool is. Ik denk dat ik ze zo goed vind. Nadeel van veiligheidsoogjes is, je kan het maar één keer doen, hè. Ik zet de achterkantjes altijd andersom, want dan kan ik ze makkelijker aandrukken. Bij mij gaat het ook niet altijd even soepel. Daar is die. Zo. Nou, we hebben nu dus gehaakt in dit deel van de tutorial. Het hoofdje, de staart en de oortjes. En met alle andere onderdelen die we in de voorgaande delen hebben gehaakt, zijn we nu compleet. In het volgende filmpje gaan we het laatste segment van de puzzelbal in elkaar zetten. En voor je het weet, is hij klaar. Als je dit filmpje leuk vindt, geef even een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal met de rode abonneren knop hieronder. Om geen toekomstige tutorials te missen. Tot het volgende filmpje. Veel haakplezier!